Dit is het kantoor van Klos TV, de kleine omroepstichting. Een non-profit organisatie waar films worden gemaakt voor de zorgsector. Hier binnen in dit gebouw werken zo'n 15 vrijwilligers dagelijks aan de totstandkoming van de speciale films voor deze doelgroep. De medewerkers hebben allemaal zo hun eigen specialiteit. We hebben natuurlijk administratie, we hebben een afdeling PR en communicatie. Maar het voornaamste is toch het maken van de films, de opname, de montage. De producties die Klos TV in het verleden maakte, zijn inmiddels overal bekend in de zorg. Zoals Het Gezicht, de eerste non-verbale film voor de groep ernstig verstandelijk gehandicapt. Voor dezelfde groep werd de serie Phenomena gestart. Een creatief beeldexperiment waarin we met prikkelende televisie een combinatie van beweging, kleur, vorm en geluid de belevingswereld van deze doelgroep willen bereiken. Phenomena is een vorm van snoezelen op het televisiescherm. Over grenzen is een themafilm waar aan de hand van voorbeelden grensoverschrijdend gedrag en misbruik op een heldere manier worden behandeld. Een nieuwe productie over deze problematiek wordt dit jaar afgerond. Onbetaalbaar, een film bedoeld voor begeleiders van ernstig meervoudige gehandicapten. De kaars aansteken. De dag door vertelt handelingen in gebarentaal voor ouders en begeleiders van kinderen met een ernstig auditieve beperking. De kaars uitblazen. Het was aan tussen Adam en Eva en ook tussen Leo en Lex. Vriendschap en seks is een voorlichtingsfilm over seksualiteit die nog steeds wordt gebruikt. Maar Klos TV werkt aan een nieuwe, actuele productie die op dezelfde succesvolle methodiek gebaseerd zal zijn. Seks. Inmiddels zijn we bezig met nieuwe producties. Zo is er Phenomena 5 verschenen met 25 animatiefilmpjes. Op verzoek van de instellingen maakte Klos TV een film over brandpreventie. Let goed op, want je krijgt nu een korte cursus. Hoe kan ik een brand voorkomen? Wat moet je doen bij vlam in de pan? Ik wil het met jullie hebben over apparaten die we allemaal in onze kamer of slaapkamer hebben staan. Ga op je knieën of gebukt onder de rook door, op zoek naar een veilige plek.
even alles op een rijtje. Wat moet je niet doen met vlam in de pan? Ik hoop dat je wat hebt kunnen leren van deze korte cursus. Voor de doelgroep jonge slechtziende kinderen ontwikkelt Klos TV de Kijkhuis-serie. Kijkhuis 1 is kort geleden uitgebracht. Kijkhuis 2 en 3 zullen in de loop van dit jaar worden gemaakt. We zijn daarbij uitgegaan van de zogenaamde Würzburg-serie. En daarnaast wordt nieuw materiaal ontwikkeld in samenspraak met visiesdeskundigen. Klos TV maakt ook films in opdracht. Zoals in dit geval enkele korte filmpjes voor een e-learning programma voor de introductie van nieuwe medewerkers. Hoe ik de visie en missie van Reinaerde ervaar in mijn werk? Nou, voor mij betekent dat cliënten en de familie daaromheen respectvol benaderen. Hallo, ik ben chef en hier woon ik. Ik vind begeleiding heel erg belangrijk. Goede begeleiding is, ja, daar heb je goede gesprekken mee, hè? Voor een andere partij maakten we een film over zorgwekkende situaties bij ouderen. Nou, heel fijn dat je een aanmelding doet, want ik begrijp wel dat het wat verontrustend was, hè? Ja, het was nogal een rommeltje en ze was ook wat in de war, hè, begreep ik. Ik ben van de ouderenadviseurs. Van je wie? Wat ik? Ja, de ouderenadviseurs komen bij ouderen thuis ja, als ze hulp nodig heeft om te kijken hoe het met u gaat. Heb ik hulp nodig dan? Ja, misschien wel. Want hoe gaat het met u? Goed. Nou, ja, ik was een beetje misselijk. Naast thema's als visiestimulering en seksualiteit zijn er nog andere nieuwe projecten in ontwikkeling. Zoals de nieuwe dierenserie, waarvan hier de eerste opnames te zien zijn. In onze constante zoektocht naar vormen om onze doelgroep te prikkelen met het medium televisie, werken we ook nog aan een opvolger van de succesvolle productie Het Gezicht. Ook hierbij gaat het vooral om de herkenbare emoties en handelingen. Met een team van 15 vrijwilligers werkt Klos TV aan deze speciale producties en hoopt daarmee de wereld van mensen met een beperking te vergroten.